En dit is voor ons het eerste jaar en ook voor het bestuur van het Belgiaans Festijn het eerste jaar, een nieuw bestuur. En we gaan natuurlijk evalueren achteraf, maar zoals het er nu uitziet is het zeker voor herhaling vatbaar. Wij staan bij het Belgiaans Festijn Losse en dan bij het Pleinfeest, het Onder de Oale Toarn Festival. We beginnen donderdag, vandaag is dat dus, bij het Raadhuis. En vrijdag hebben wij 2 area's, zo maar te zeggen. Zaterdag hetzelfde. En zondag hebben we hier alleen op het plein. En daar hebben we ook talloze artiesten staan. Wie namen het initiatief en waarom? Ja, de Restobar BORR en Eetcafé 't Raedthuys. Samen organiseren we ook al andere evenementen zoals Jets Kids Losse. En nu hebben we dus een samenwerking voor dit mooie Onder de Oale Toarn Festival. Raedthuys zit hier iets verderop, Restobar BORR zit hier. En hoe mooi is dat dan om dat te combineren en één groot festivalstraat van te maken. En met leuke verschillende dingetjes. Cocktailbar, shotjesbar, foodtrucks, speciaal bierbar. We hebben het terrein wel afgezet om het toch wat te kunnen beheersen. Maar het is gratis entree en we hebben een behoorlijk gave line-up staan. Ondanks dat het gratis entree is, maar we wilden wel echt een super weekend ervan maken voor iedereen. Dus, misschien is het wel even leuk om te zeggen welke line-up dat dan is. Ja? We beginnen, vanavond beginnen wij met DJ Sander Scheepman en John de Beven. Van je krijgt de lach niet van mijn gezicht. Dan vrijdag krijgen wij, hier krijgen we de Q-music de party. Krijgen wij bij het Raadhuis krijgen wij Raptonen, helemaal in Mallorca-stijl. Dan zaterdagmiddag, zoals gezegd, teenage party voor de bank met de bankzitters. Zaterdagavond komt hier band Vangrail, de Vangrail band. En daar komt bij het Raadhuis komt Nakatomi. Is een beetje een hardstyle, happy hardcore DJ van vroeger, een beetje de 90s. En dan komt hier zondag beginnen we met ABBA Tribute. Dan komt Jeffrey Heesen en Dirk Mildijk. En daarnaast hebben we ook nog, ja, DJ is Tom Heen natuurlijk. Dus, dus wij verwachten echt drukte en veel gezelligheid. En dat iedereen veel biertjes mag gaan drinken en lekker feesten. Ja, en dat is genieten. Ja. Ja.